Lisbeth van Kempen. Ik heb geschreven Gevaarlijk Spel, een thriller die in augustus dit jaar, waarmee ik ben gedebuteerd. Hij gaat over drie vrouwen, Louise, Margot en Suzanne. Ik heb die persoonlijkheden, die personages gecreëerd op het moment dat ik ze miste in mijn leven. Het begon als een roman, maar op een gegeven moment werd het te spannend voor een roman. Dus toen heb ik er een thriller van gemaakt. Jaren over gedaan, jaren in de la gelegen, uiteindelijk weer opgepakt en een uitgever gevonden. Het gaat over drie vrouwen, over vriendschap, over vertrouwen, maar vooral ook over verraad. Want wat doe jij als één blijkt dat één van jouw vriendinnen niet alleen vermist wordt, maar dat ze zich ook nog in een heel gevaarlijk wespennet heeft begeven. Op zoek gaan natuurlijk, zou ik ook doen. En iemand inschakelen, je broer die rechercheur is, een goede vriendin. En op deze zoektocht met Rob, Suzanne en Louise vinden ze die vriendin en een heleboel narigheid. Daartussendoor loopt ook nog een romantische lijn tussen Louise en Suzanne. Twee vrouwen die gevoelens voor elkaar krijgen. Ik denk dat je niet mag missen, dus rennen naar de winkel.